heb heel veel boeken gelezen, maar een van die boeken, dat was niet zo lang, maar heel kort. De naam was Mijn Bloem, Mijn Grond en Mijn Kabul. Dit was herinnering van iemand dat heeft vanuit Canada na de oorlog naar Kabul geweest. En hij heeft alles meegemaakt. Hij heeft in de boek geschreven. En wat was heel interessant, geraakt mij. Toen hij wilde vertrekken vanuit Canada richting Kabul, hij vroeg iedereen, familie, wat zou ik jullie brengen, wat zou ik doen. Maar een oude man tegen hem zegt, alsjeblieft, breng maar terug mee een klein beetje grond voor mij. En dat was echt geraakt mij. En wat is allemaal, hij heeft meegemaakt in Kabul, gezien na die oorlog. Het was heel interessant en leuk voor mij.